Het boek Bouwen aan de Wilde Kust 2 is gisteren gepresenteerd door de auteurs Hillebrand Herrenburg en Marcel Meijer. De boekpresentatie is georganiseerd door het Nationaal Archief Suriname. Meijer geeft aan dat het boek gaat over de geschiedenis van de civiele techniek in Suriname. Hij zegt dat er geschiedenisboeken zijn, maar er is niks beschreven over de civiele techniek in Suriname. Dit is het tweede deel van het boek en ik ben er enorm trots op, zegt Meijer. En ik ben erg blij dat we dit project nu, zo'n 25 jaar later, hebben afgerond. We hebben er in de afgelopen 10 jaar aan gewerkt, heel hard. Het is niet alleen een boek geworden, maar zijn er twee, waarin wij in bijna 1000 pagina's de geschiedenis van de infrastructuur van het land hebben vastgelegd. Dit werd tijd dat het een keertje gebeurde. Zoals u weet, is het eerste deel verschenen in 2015. Nu presenteren wij het tweede deel dat de geschiedenis van de afgelopen 75 jaar behandelt. Ik maak er een grapje van. Ik ben zelf in 1944 geboren. En ik heb die hele driekwart eeuw dus zelf meegemaakt. Het is bijna de story of my life. En ik heb 50 jaar zelf een actieve rol gespeeld in de infrastructuur. Mede-auteur Hillebrand Herrenburg geeft aan wat de lezer kan verwachten over de geschiedenis van de civiele techniek. Het boek beschrijft de ontwikkeling van de civiele infrastructuur van Suriname vanaf 1945. Want u moet zich voorstellen dat in 1945 waren er nog geen goede kaarten van Suriname. Misschien wel van de kustvlakte. Maar het binnenland was nog grotendeels onbekend. En dat veranderde door de luchtkartering, waardoor men over het land kon vliegen, luchtfoto's kon maken. En aan de hand van die luchtfoto's konden eindelijk goede kaarten worden gemaakt. En toen kon men ook doorgaan met de Operation Grasshopper, vliegveldjes aanleggen en daar landen. En van daaruit betere inventarisaties doen van de natuurlijke hulpbronnen. En zo werd ook de bauxietvoorraad in de Bakhuizengebergte ontdekt. Dat was begin jaren 60, 1961. En toen werd al heel snel werden de plannen gemaakt om die voorraden, die commercieel ook interessant leken, te gaan ontsluiten. En met name Frank Esset en anderen ontwikkelden het plan om energie ter plekke op te wekken, zodat ook het bauxiet daar opgewerkt kon worden tot aluinaarde en vervolgens tot aluminium. Tot zover mede-auteur Hillebrand Herrenburg van het boek Bouwen aan de Kust 2. Hij sprak gisteren bij de boekpresentatie georganiseerd door het Nationaal Archief Suriname. De presentatie is gehouden in de vergaderzaal van het Nationaal Archief.